Ik ben Ed Kommer. Ik heb een leven lang in handel en industrie gewerkt. En mijn grote passie is op dit moment houten blokhutten, kotta's uit Finland. Kotta's, dat zijn Finse blokhutten. Ze zijn eigenlijk afgeleid van de samenhutten. Dat waren eenvoudige tenten met stokken. En daar hebben ze eigenlijk hele exclusieve blokhutten van gemaakt. Jij loopt zo hard, hè? Je bent niet bij de benen. Ja, we staan hier bij een van de kotta's. Wat is dit voor een kotta? Dit is een 9 vierkante meter kotta en die staat hier al 13 jaar in het bos. En dat heeft alles te maken met het kwaliteit hout. U ziet, die ziet er nog perfect uit en dat heeft alles te maken omdat het grenenhout is. En waarom die liefde voor een kotta bij u? Het sfeertje erin is heel bijzonder. Het is hout, het zijn 6 en 8 hoeken. En als je erin zit, het is heel rustgevend, het is heel inspirerend. En dat maakt het verblijf in een kotta heel leuk. Naapurista kuuluu se polkan tahti, jalkani pohjii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ievassa jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellot haittaa, kun me tanssimme laijasta laitaa. Salivili hikkut, tukkut, tappu, täppy, tippu hiljalleen. Ievan suu oli vehnää, sellä koimmeisö tonne toivotti. Pää oli märkänä jokaisella ja viulu se vonkuja voivotti. Ei tätä poikoo märkyys haittaa, sillä kaskoo lahjasta laitaa. Salivili hipput, tuppu, tappu, täppy, tipput hiljalleen. Maar jullie zijn zelf ook een keer natuurlijk naar Finland geweest, hè? Ja. Hoe was dat? Finland is een heel bijzonder land. Het ligt eigenlijk een beetje buiten de route van de bekende vakantielanden, maar het neemt wel toe. Je kunt hier natuurlijk ook in koken. Ja, je kan hier alles in. We hebben nu zelfs aan een partycenter in Lekkerkerk hebben er ook een geleverd, een 17 meter. En daar wordt heel veel in gekookt. De eigenaar die staat te koken en de gasten zitten gewoon op de banken en die krijgen allerlei lekkere hapjes. Ja, onlangs ook nog op de nationale televisie geweest, hè? Inderdaad. Hoe heeft u dat ervaren? Nou, dat was een bijzondere ervaring, moet ik zeggen. Ik loop hier in het natte bos van Ruurlo. Ik zie op de achtergrond twee mensen staan. Ed en Dini, jullie handelen in Finse houthutten. Ik heb het gevoel dat we naar binnen gaan. U kunt nu naar binnen gaan. Ik ga nu naar binnen. Gaat u maar voor. Dames gaan voor. En ik heb zo'n gevoel dat we de deur achter ons dicht trekken. We zijn hier in Ruurlo. Kunt u dat bevestigen? Ja, ik ben Ed Kommer en ik woon in Ruurlo. En ik ben Dini Kommer uit Ruurlo. En ik ben van Omroep Maxim. Ik ben ook in Ruurlo. Soit mennä itevä kalennesta ittävä, minä en luovu Ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuun saittaa, sillä kato sillä hiestä laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppit, tipput hiljalleen. Mijn vrouw heeft, die heb ik ontmoet toen zij werkte als stagiaire
is ze bij ons in huis gekomen in Ruurlo. We hadden toen, in mijn huwelijk had ik 2 kinderen. En daar is ze als stagiaire, heeft ze daar gewerkt. Ik ben toen van mijn echtgenote gescheiden. Ben in Zeist gaan wonen. En bij toeval kwam ik haar in Zeist op de Slotlaan, kwam ik er weer tegen. En ze groette me en ze zei, omdat ik haar toen nog haar werkgever als werkgever gezien werd, groette ze me met, dag meneer Kommer. Ik zei, nou dat hoeft niet meer. Kom maar koffie drinken. En ze is blijven koffie drinken. Nou, je hebt een gastenboek op internet, maar jullie hebben gewoon nog een echte gastenboek. Ja, dit ligt gewoon in de kotta. En wat wordt er over het algemeen al gezegd door de gasten? Hoe wordt het ervaren? Ik mag wel zeggen dat er hele positieve dingen in staan. Men ervaart het allemaal eigenlijk als heerlijk om hier te zijn. En onze vriend ook, als je vraagt van waar gaan we zitten, dan is het meestal in de kotta. Met een glaasje wijn erbij. Met een glaasje wijn en een vuurtje. En een pannenkoekje. Of een keer een roerbakgerecht. Je kan eigenlijk heel veel hierin doen. Just close my eyes and I'm with you. And all that I so want to give you, it's only a heartbeat away. When I need love, I hold out my hands and I touch love. Dit is een trol die is gemaakt door een bedrijf in Noorwegen, Nyform genaamd. Een bedrijf dat natuurlijk voor de lokale Noorse markt deze trollen maakt, maar ook exporteert over de hele wereld. En deze trol hebben wij gekocht in België, waar een importeur zit van deze Noorse trollen. In Noorwegen staat bij nagenoeg ieder zomerhuis een trol. En waarom staat die daar? Die moet volgens de Nooren het huis beschermen tegen boze geesten. Dit zijn hele fraaie schepselen met mooie ogen en wonderlijk haar eraan. En die zijn helemaal handgeschilderd. Het zijn hele fraaie beeldjes in wezen. Nou, deze trol die lijkt dus op mij. Vader en zoon. Ja, u moet daar natuurlijk niet om lachen, want ik meen dit oprecht. We lijken erg op elkaar, hoewel ik hem niet verwekt heb. Wat zegt u? Wat zijn nou de grote overeenkomsten? De neus en de baldadige oogjes. Sen minä sanoin, jotta purra pitää, ei mua niin vaan nielästä. Suot mennä ite vaikka lännestä, ittävä minä en luovu ievasta. Sillä ei tätä poikoo Kainuun saittaa, sillä kata siillä hiestä laitaa. Salivili hipput, tupput, tappu, täppit, tipput hiljalleen. Hebben jullie wel eens een overnachting gedaan in een kotta? Als ik eerlijk ben, nee. Waarom niet? Nooit van gekomen. Het is er gewoon niet van gekomen. We hebben het te druk. Nou, na een eventje of noem maar op, als wij zelf samen... We hebben er wel in geslapen, ja. Ja, we hebben er wel eens in geslapen, maar niet een hele nacht. Nee, oké. Er gaat niets... Er is niets leukers dan slapen op een rendierhuis. En zijn er ook mensen in Ruurlo die zoiets hebben van... Nou, die kotta's? Nee. Dat ze het bijzonder vinden, of... Ja, hij wordt wel bijzonder gevonden. Absoluut. We hebben net nog één aan vrienden geleverd in Ruurlo. We hebben een paar dagen geleden, wij samen, geholpen met de opbouw van een kotta in Ruurlo. Bij een hele bijzondere familie, een heel bijzonder echtpaar. Een oud marineofficier. En zijn vrouw was ook marineofficier. En waarom kiezen ze dan voor een kotta? Ook al om de uitstraling en om de sfeer binnenin. Vroeger hadden vrouwen een boudoir. Tegenwoordig hebben ze een kotta.
Ja, het is snufferig weer, hè? Ah, het is snufferig weer. Je moet even je linker oog op, geloof ik. Hier een druppeltje aanhalen. Ja, ik kan wel. Okay. We vonden het heel leuk dat jullie hier waren en dat wij een pareltje van Ruurlo waren met de kotta's. En wij hopen samen dat we nog heel veel plezier hier aan mogen beleven en dat we er nog heel lang mee door mogen gaan. Is dat wat? Zeker. Voortreffelijk. Nou, weet ik niet. Ik wel.